straks zorgen als we dit vastmaken. Dat de lettertjes naar het motortje komen te staan. Nou, dan gaan we het motortje even pakken. En er zit ook het schoepen ding op, die kun je er voorzichtig op doen. Zet hem maar eens op de punt van het motortje. Nou, dat motortje zit vast op een beugeltje. En dan hebben we twee stripjes. En die twee stripjes zijn verschillend. Eentje is omgebogen. Eentje is omgebogen en de andere is. Eentje is zo omgebogen met één kantje en de andere is hetzelfde omgebogen, dus aan de bovenkant of een eentje omgebogen. Dus je moet twee verschillende hebben. Ja? Heeft die iedereen? De ene is zo gewoon opgebogen. Bootje moet en dan nog twee kleine schroefjes. Waar heeft iedereen alles te pakken? Waar kunnen we uitleggen hoe dat kan maken? Ik zal me echt zo maken. Ik heb hier een bak met kleine spijkertjes. Die zet ik hier op tafel. Er ligt hier gereedschap. Je hebt twee hier liggen hamers. En wat je het volgende wat je moet doen, is je pakt het plankje waar het rode draadje zit. Dan doe je op het blokje druk je dat lijm. En ik zal even laten zien hoeveel lijm dat je hem op moet doen. Zo'n klein beetje lijm. Is dat daar ook te zien? Dan wrijf je dat blokje op, zo, een beetje op en neer. Dan hou je met de voorkant gelijk hier. Dan liggen er nog wat extra blokjes op. En dan leg je hem zo neer, kijk. Leg hem op zijn kop. En dan sla je hier aan de achterkant twee spijkers. Ik heb twee jongens die willen jullie daarbij helpen. Drommel je lijm erop. En een spijker hierin staan. Hier kun je gereedschap vinden. Nou pak je even die twee beugeltjes. Ja? En die ene die omgebogen is, die komt straks, kijk, die komt straks aan de zwarte draadje te staan. En die komt dan zo te staan. En net naast. Maar voordat je dat gaat doen, gaan we eerst dat bimetaaltje erin maken. Dus dat steuntje komt zo te staan. Dan doe ik mijn bimetaaltje hier tussen. Met de lettertje sta ik naar het motortje toe. En dan zie je dat hier twee gaatjes onder nog vrij zijn. Zie je dat? En dan moet je het eerste gaatje wat onder vrij is, dan moet je dat schroefje in proberen te doen. Zo. En dat is een beetje lastig, want dat ding is omgevouwen. Dus soms met het riem even helpen om het te maken. En dan doe je het moertje op.
komt hier zo uit, zie je, kijk. Ik heb hem ook. Ja. Moertje. Ik maak het allemaal Joostje. Dan pak je je tang, kijk eens, dit zet je op het moertje. En dan pak je even de schroevendraaier. Dan moet je elkaar eventjes helpen. En dan draai je met de schroevendraaier. Draai je hem even vast. Dan moet je elkaar even helpen dat hij blijft zitten. Want dat moet een beetje strak onder zitten. Weet je, dan moet ik hem niet afzetten. Zet het daar ook. Hier zie je dit. En wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Ja, gewoon werken. Dat is goed, hoor. Heb je zo'n boot? Moertje. Hier is die. Goed komen. Kijk, het gaat weer. Dankje. Moertje, Noortje, ja? Wat ben je aan het maken? Iets. Wat is iets? Ja, dan moet ik dan erop zetten. Nou, het ziet er in ieder geval geweldig uit, hoor. Want er staat hier soldeerbouten. En die drie soldeerbouten zijn heel heet. Er staat namelijk een temperatuur op. Wat staat er op die rode lettertjes? 480. 480, soms wel eens bijna 500 graden. Dat wil zeggen dat dit ding hier, dat puntje, dat is 500 graden. Dus als je die raakt, dan verbrand jij. En ik wil graag dat je op die zonder verbrande vingers eruit spreekt. Ja? Dan zitten hier twee dingen aan. Hier zit een elementje op. Als ik hem nou daar in doe, dan is het niet gevaarlijk. Het is natuurlijk wel warm, maar ik kan hier mijn handen niet aan branden. Wat je moet doen is het volgende. Je pakt die soldeerbout vast bij het gele gedeelte. Dan kan er niks gebeuren. Ja? Je zorgt dat je niet tegen je snoertje aan kan. Dus als je nou zo doet en je pakt hem ertussen, heb je snoertje altijd aan die kant. Ik heb nu mijn soldeerbout zo. Nou, kan het een beetje lastig zijn met solderen als die punt niet helemaal schoon is. Daarom moet je andere keer zo over dat sponsje doen. Dat heb ik nat gemaakt. En heb je de goede kant. Wat ik nou doe is het volgende. Ik heb hier de soldeerbout. En ik heb hier een soldeertin. Dat is slapspul. Maar het soldeertin, dat is, als ik dat ophoud, hier, dat smelt eruit. Daar heb ik een soldeertin aan mijn bout zitten. Als ik nou een snoertje moet solderen, dan hou ik eigenlijk dat, die bout tegen het snoertje aan. Dan doe ik er een beetje soldeertin om. Dat dat snoertje warm wordt met die soldeertin en dat die soldeertin op de snoertje komt. Dat noemen we vertinning. Hoe moet het nou? Zo is het jullie boven houden. Ja? Dan stellen we dit ding af. Het zit er net aan de ene kant. Dat je een klein gaatje overhoudt. Als ik hem hier dan aftrek, dan zie je dat dit het verschil is tussen een snoertje en een kabeltje. Een snoertje, er zit allemaal kleine draadjes hier. En waarom is dat nou? Ja. 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 Solderen. Maak het eens warm. Je maakt het 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 warm. Hier tegenaan hebben we zo. Dat is een stok. Ja, uit. Ik moet dat zo. Ik heb hem niet. 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 Ik heb hem niet
dan moet je maar eens goed kijken naar het bimetaal. Hij doet het niet. Ja, hij komt. Hij gaat niet uit. Kom maar. Ik moet daarheen. Dat is lekker. Zie je? 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 Zie je